Het heeft een paar jaar geduurd, maar de gemeente Nijmegen en NEC hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor overname van het Goffertstadion door de club. Wethouder Renske Helmer en NEC-directeur Wilke van Schrijk brachten het nieuws dinsdagmiddag tijdens een persconferentie op het Stadhuis. Ik wil als eerst zeggen dat we hier wel een enorme mijlpaal hebben bereikt na een aantal jaren van onderhandelen. Het betekent dat 7,6 miljoen gaat betaald worden voor het stadion en er een erfpacht door NEC betaald gaat worden van €60.000 per jaar. Waarbij we gezegd hebben de optie loopt voor 2 jaar en je kunt het een beetje zien als een voorlopig koopcontract. Ik koop een huis en dan ga ik de financiering natuurlijk regelen. En we hebben wel gezegd dat als we over 2 jaar of binnen 2 jaar een koper of financier hebben, de huur die ze vanaf nu betalen wordt dan nog weer afgetrokken. Men is nog niet zo ver gekomen om al concreet met investeerders of vastgoedpartijen om de tafel te gaan. Dat is nu aan ons en daar zullen we het komend jaar voor gaan gebruiken. En als we voor elkaar krijgen dat we het stadion kunnen kopen, kunnen moderniseren, kunnen verbouwen. Nou, dan moet je denken aan meer inkomsten, want uiteindelijk is het daar wel op gericht natuurlijk. En meer inkomsten betekenen uiteindelijk een stabielere club. En meer inkomsten betekenen daarnaast dat je ook wat kan investeren in je supporters en voor je commerciële klanten. Dat je stadion wat comfortabeler kan maken, beter kan exporteren. En met die inkomsten die daar allemaal uitgroeien, moet je een stabiele middenmotor in de eredivisie kunnen worden. En dat is uiteindelijk wat we hier in Nijmegen neer willen zetten. Een stukje continuïteit voor de regio. Ik vind het zeer goed dat de nieuwe directeur niet de trein heeft stopgezet waarop we zaten. De puntjes zijn in de laatste maanden op de i gezet met een fantastisch resultaat. We gaan er niet op verliezen. We kopen nu voor 7,6, maar dat heeft alles te maken met hoe het in boek staat. En met de erfpacht krijgen we ook nog weer geld binnen. We hebben dit laten bekijken door de juristen die zeggen het is Europa-proof. We gaan ook nog advies inwinnen bij Europa en we hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.